Jan Heesters werd geboren op 18 januari 1893 te Schijndel. Uit het huwelijk van zijn ouders werden 5 kinderen geboren, waarvan er 3 als baby overleden. Jan en zijn zus Marie bleven over. Jan zijn vader was bouwkundige, maar van beroep wagenmaker. Op de lagere school bleek al dat Jan veel tekentalent had en kreeg op jeugdige leeftijd al privéles tekenen in het klooster van Wijbels in de gemeente Schijndel. Technisch tekenen trok Jan niet, maar wel schilderen en de kunst. Hier zien we Jan met zijn oud-leerling Kees Bol, die samen met zijn zoon Peter enkele etsen van Jan afdrukken. Jan behaalde op 9 augustus 1911 de akte van bekwaamheid in het handtekenen. Jan is zelf les gaan geven om later een pensioentje te hebben. Jan Heesters heeft in zijn jonge jaren veel gereisd. Frankrijk, Italië, Spanje, Oostenrijk, Zwitserland, België, Noord-Afrika, zoals Marokko en Tunesië. Maar hij kwam toch altijd weer terug naar Schijndel. Tot op hoge leeftijd bleef Jan actief. Thank you.
In de oorlog heeft Jan Heesters zich verdienstelijk gemaakt door onderdak te verlenen aan verzetsmensen en Engelse piloten. Na de onverwachte dood van zijn zus in 1943 trouwde Jan op 21 november 1945 met Maria van Eert uit Veghel. Hun beide ouders waren al met elkaar bevriend. Zijn vrouw vergezelde hem op al zijn reizen, stond hem erg nabij en stimuleerde hem zakelijk. Talrijk zijn ook nu nog de anekdotes over haar zuinige levensstijl. In het museum worden minimaal 2 wisselexposities per jaar gehouden over Jan zijn werken. De kamer en suite is permanent ter zijner nagedachtenis ingericht en verder wil het museum midden in de samenleving staan en organiseert diverse soorten van tentoonstellingen. Heesters had ook veel bewondering voor Vincent van Gogh, wiens stijl hij kopieerde. Een belangrijk deel van zijn werken werd geëxposeerd tijdens een tentoonstelling in de oude pastorie te Oosterhout, het domein van Henriette van Kemenade. Henriette, zelf kunstenares, had een enorme bewondering voor Jan Heesters. Thank you.
Jan ontving aan het einde van zijn leven een koninklijke onderscheiding die hem uitgereikt werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in zijn huis door burgemeester Scholten. Na de dood van Maria zorgde de zus van Maria voor hem. En kinderloos stierf Jan te Schijndel op 25 september 1982. Na zijn dood liet hij zijn huis, koetshuis en tuin met een groot gedeelte van de inboedel na aan de Schijndelse bevolking met de bedoeling om in zijn huis een museum te vestigen. Na een grondige renovatie is op 23 maart 2001 het museum heropend en sinds oktober van dat jaar aangemerkt als een officieel geregistreerd museum.